Gigantische stadions, grote podia en hele bedrijfspanden. Als ze overkapt moeten worden, bellen ze naar Polinet in Steenwijk. Bij Ajax in Amsterdam hebben ze het voerveld overkapt met van de grote ballonnen. Die witte ballen eigenlijk. Ja, die grote ballonnen. Wat ballen. Nou, via hun zijn we weer terechtgekomen bij Manchester City in Engeland. Hebben we ook volgens van trainingsveld overkapt. En wat nu heel recent klaar is, is eigenlijk de Olympische Spelen. Daar zijn we geweest in Sochi. Sochi. Ja. Daar hebben we de ijsbaan, het plafond van de ijsbaan, hebben we dus helemaal bekleed. Samen met twee compagnons neemt Simon Visser in 1993 Polinet over. Hij wil dan veel meer doen met de tentdoeken en zeilen van het bedrijf. Het is een branche waar Simon toevallig in terechtkomt na een studie civiele techniek aan de HTS. Geen werk kunnen krijgen in de civiele techniek. Ook niet zo interessant meer eigenlijk voor mezelf. Dat ik dacht van nou weet je, ik ga als uitzendbaan beginnen bij een tentenfabriek. Dus een uitzendkracht wordt directeur? Uiteindelijk wel, ja. Het kost moeite iedereen te overtuigen van zijn gewaagde ideeën over vorm en toepassingen. Bouwers denken in het begin dat een doek waardeloos is op de lange termijn. Maar niet het doek van Simon en zijn maten. Hoe lang gaat het mee dan? 20, 30 jaar. Dat is eigenlijk permanent. Strak. Ja, dat is permanente bouw. En die mindset die moet je dus omzetten. En dat is me gelukt bij veel architecten, bij bouwers, bij grote bouwers ook wel. En die zeggen, oké, dat heb je wel bewezen. Dat is wel een manier om te bouwen in deze tijd. Want het is goedkoper. Het is ook goedkoper. En nu levert Polinet dus wereldwijd custom-made doek in elk denkbare vorm. Dit is materiaal dat hebben we toegepast in Sochi. Dat is het plafondmateriaal daar. Is dit speciaal? Ja, dit hebben we moeten samenstellen. Echt op de vraag die van de klant kwam zijn dus meerdere lagen die met elkaar geplakt zijn. En daardoor een uniek materiaal gemaakt hebben. Als het Olympische schaatstoernooi begint, allemaal even omhoog kijken in het stadion. Daar hangt dus Hollands Glorie.